Hey tweeling, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand juni. We gaan een keer kijken, ik ga geen specifieke vraag stellen. Ik ga kijken wat eruit komt en we gaan zien welke boodschappen er voor jullie op dit moment belangrijk is. Voor het collectief, de tweeling. Oké, tweeling. Het kan zijn dat je te maken hebt met een vuurteken, ram, leeuw, boogschutter of met een weegschaal. Hoeft natuurlijk niet, of je hebt dat ergens in je chart. Maar ik zie dat er hier wel de waarheid naar boven gaat komen. Er komt karmische gerechtigheid. Het kan zijn dat jij in een vurige energie staat, waarvan je weet wat je wilt. Heel enthousiast, heel vurig, heel passioneel. Weten wat je wilt, luisteren naar je intuïtie. Maar er is iets dat rechtgezet gaat worden. Het kan zijn dat er iemand de verantwoordelijkheid gaat nemen om eerlijk te gaan communiceren, om iets recht te zetten, iets in balans te gaan brengen. Maar nu wordt er nog wikken en wegen op dit moment, maar ik zie dat er wel actie gaat ondernomen worden. Het kan zijn dat je te maken hebt met een bepaalde persoon die nogal hot en cold is, die komt en gaat, zeer enthousiast, zeer passioneel. Iemand die denkt van, ik zie er goed uit. Een heel macho gedrag heb ik wel het gevoel. Kan soms wel wat heethoofdig zijn. Maar er ligt hier eigenlijk wel een zeer vurige energie. We gaan een keer clarify. We gaan kijken wat er mag uitkomen. Allee, we gaan een keer clarify en zien welke diepere boodschappen er naar voren mogen komen. Ik heb wel het gevoel dat er toch wel wat ruzietjes zijn, argumenten zijn. Er is een bepaald persoon die innerlijk in de knoop ligt, in een innerlijke chaos zit, met zichzelf in een gevecht zit. Het kan zijn dat jullie kleine ruzietjes hebben, of het kan zijn dat er een soort van concurrentie is. Maar iemand heeft eigenlijk een muur rond zich gebouwd. Maar deze persoon heeft de wapens wel nog niet neergelegd. Want dit is iemand die eigenlijk een nieuw passioneel begin wilt. Er ligt hier echt heel veel vuur. En ik heb het gevoel, tweeling, dat jij met kopzorgen zit. Het kan zijn dat je heel moeilijk in slaap geraakt. Liggen draaien, keren, woelen. Stress hebben. In het hoofd zitten. Omdat je een diepe vertrouwen naar deze ene persoon voelt. Ik heb het gevoel dat je in het hoofd zit, dat je die commitment wilt met een bepaalde persoon. En daar maakt je eigenlijk een beetje zorgen over. Maar we gaan clarifyen en we gaan kijken wat er meer mag uitkomen. Even mijn kaarten pakken. Ik zie. Kijken. Oh my god, ze vallen allemaal zo uit. Gaan we eens zien, hè. De ridder van staven, het macho gedrag. Zeer passioneel, heel enthousiast.
Ja, ik heb toch het gevoel dat er toch wel wat kleine ruzietjes zijn tussen jullie. Of als dat niet het geval is, dan kan het zijn dat deze persoon een soort van concurrentie voelt naar je toe. Dat je deze persoon in een soort van concurrentie hebt gezet. Want er is wel duidelijk iemand die met zijn liefde naar je toe wil komen. Kan een vis zijn, hoeft natuurlijk niet. Ik heb hier een vis, leeuw, boogschutter, energie. Maar er ligt hier een innerlijke conflict. Ik zie ook wel dat er hier een vruchtbare periode ligt. Het kan zijn, tweeling, dat je misschien gaat moeten, dat je op een tweestrijd gaat staan tussen twee personen. Als dat geval niet is, kan het zijn dat dat iemand is die komt en gaat in je leven. Er is daar ruzie over, er zijn er argumenten over. Maar het kan zijn dat deze persoon uiteindelijk de liefde gaat delen en dat deze persoon uiteindelijk een verzoening wil. Maar voor anderen onder jullie kan het zijn dat er hier een derde partij ligt waarvan er concurrentie is. Waardoor dat deze persoon in en uit je leven komt en opeens gaat beseffen van oei, mijn tweeling heeft mij in een concurrentie gezet. Er wordt eigenlijk gevraagd om naar uw intuïtie te luisteren en een stap terug te nemen. Om zeker alles op een rijtje te zetten wat dat voor u eigenlijk belangrijk is. Want we hebben hier te maken met een energie dat iemand is die komt en gaat. Maar we gaan daar nog dieper op ingaan. En we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Voor de tweeling. Nu natuurlijk, die derde partij, dat hoeft geen romantisch te zijn. Dit kunnen gewoon vrienden zijn, hè, van derde partij. Want er kan hier niet beslist worden. Iemand zit echt in een innerlijke chaos, onzeker. Iets niet kunnen beslissen. Kleine argumenten. In een gevecht zitten met zichzelf. En er is een kaart gedraaid. Dacht ik. Ja. Dit is iemand die eigenlijk, als jij met deze persoon berichten hebt gestuurd, dit is eigenlijk wel iemand, of je hebt foto's verstuurd naar deze persoon die zeer enthousiast is, zeer passioneel is. Dit is iemand die zo'n gevoel heeft van, haha, ik heb bewijzen, ik heb alle screenshots, ik heb alle foto's van u. Ja, je hebt heel sterk te maken met een vuurteken. Ram, leeuw of boogschutter energie. Dit is wat er eigenlijk uitkomt. And there is someone else. Dus ik voel het inderdaad dat er hier een derde partij ligt. Kan zijn tweeling. Dat jij deze persoon in een derde partij hebt gezet. En dat deze persoon voelt dat er concurrentie is. Want er is liefde die naar je toe komt. Er is uiteindelijk iemand die liefde wil brengen. Zeer charmant, romantisch, passioneel, onzeker. Intuïtief. En ik heb het gevoel dat er hier een bepaalde persoon, waar je ook mee te maken hebt gehad, waar er bijvoorbeeld wel seks is mee geweest, dat deze persoon het weet dat je hem in een concurrentie hebt gezet. En dat deze persoon zoiets heeft van, ah, maar ja, maar ik heb berichten van u, ik heb foto's van u, ik heb bewijzen van u allemaal op mijn telefoon staan, want er is sowieso iemand anders. Dus het kan zijn, tweeling, dat jij de vurige, passionele persoon in een concurrentie hebt gezet. Maar toch heb ik het gevoel, tweeling, dat je voor u, voor jezelf, ga jij een vruchtbare periode tegemoet. Feeling worry. Don't feel worry. He is coming. Trust the feeling from yourself. Ja, deze persoon gaat sowieso naar je toe komen. Hij gaat hem sowieso horen. Je hebt te maken met een soulmate connectie. Deep spiritual connection takes a higher level together. Dus dit is wel iemand waar je een soulmate connectie mee hebt. Ik heb meer het gevoel, de persoon die je liefde wilt brengen, die niet uit en in je leven komt. Dit is iemand waar je een soulmate-connectie mee hebt. Maar de andere persoon die in en uit je leven komt, dat is iemand die opnieuw terug gaat komen. Maar we gaan een keer verder kijken. Waar zijn mijn... Ah, hier zijn ze. We gaan een keer verder kijken wat hier nog meer mag uitkomen. Ik heb heel sterke ram, leeuw, boogschutter. Vis, schorpioen, een klein beetje. Maar ik zie wel een vruchtbare periode met de persoon die eigenlijk de liefde wilt brengen. De andere persoon
die in en uit je leven komt, gaat altijd in en uit je leven komen. Kijk, deze kaart viel eigenlijk hierop, dus ik heb toch wel een gevoel dat het boodschap voor deze reis, en het is iemand die je eigenlijk broodkruimels geeft. Dus cijfer je eigen zeker niet weg. Het kan zijn dat deze persoon die in en uit je leven komt, dat die op de een of andere manier de liefde gaat willen uit, maar het is iemand die broodkruimels gaat geven. Dus luister zeker naar uw intuïtie en maak voor uzelf een hele goede keus, want op dit moment kan er nu nog niet beslist worden, maar er komt karmische gerechtigheid. Ik zie ook belangrijke communicatie plaatsvinden, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Daar ga je iets duidelijk worden, tweeling. Je gaat opeens een verheldering krijgen, je gaat een inzicht krijgen. En ik zie dat er wel gecommuniceerd gaat worden. Ja, ik heb toch sterk het gevoel dat je deze persoon gaat afwijzen. Je gaat deze persoon afwijzen en er gaat communicatie plaatsvinden naar een einde toe. Dus ik zie wel een einde tussen u en de andere persoon die in en uit je leven komt. Want er is een andere ridder die naar je toe gaat komen. Iemand die wel de liefde kan brengen, met iemand die je wel een vruchtbare periode kunt aangaan. En ik heb wel het gevoel dat je met de andere persoon eerlijk gaat communiceren om deze cyclus volledig af te sluiten, waarvan jij deze persoon gaat afwijzen eigenlijk. Waardoor dat de persoon die in en uit je leven komt, een gevoel hebben van, shit, ik heb een gemiste kans. Ik heb mijn kans gemist. Mijn tweeling heeft keur van een andere persoon. Ja, zie dat, Justice. Ik heb gevraagd waarom de aas van zwaarden. En the truth is coming out. Dus je hebt twee keer Justice. Er gaat waarheid naar boven komen. Er komt karmische gerechtigheid voor u. Ja, dit is iemand die uiteindelijk door de donkerste nacht van de ziel gaat gaan. Dus het kan zijn dat je daar bepaalde situaties in deze persoon gaat intriggeren. Dat deze persoon wakker gaat worden van, oei, ik heb mijn tweeling toch niet zo goed behandeld. En dit is iemand die uiteindelijk door de dark night of the soul gaat gaan. Dit is iemand die eigenlijk door een mentale breekpunt gaat komen. Maar er ligt hier wel een lucky charm. Feeling so lucky with you. Feeling deep love for you. You can trust me. Dus dit is iemand die... Kijk, je hebt hier te maken met een persoon die in en uit je leven gaat. Je hebt deze persoon in een concurrentie gezet. Dit is iemand die bewijzen heeft van u. Er is sowieso iemand anders. Dit is iemand die broodkruimels gaat geven. Ik zie je wel communiceren met deze persoon. Want the truth is coming out. Er is hier een hoofdstuk die gaat afgesloten worden. Deze persoon, jij gaat kiezen voor die hoofdstuk af te sluiten. Deze persoon gaat door een mentale breakpoint komen. Gaat een gevoel krijgen van shit, ik heb een gemiste kans met mijn tweeling. Maar ik voel mij zo gelukkig met mijn tweeling. Ik heb zoveel diepe liefde voor mijn tweeling. Alsjeblieft, je kan mij vertrouwen. Maar let op, want het is iemand die broodkruimels gaat geven. Oh ja, ik neem de verkeerde kaarten. Er ligt hier een volledig nieuw begin voor uw tweeling. Jij gaat uiteindelijk succesvol vooruitgang boeken. Sommigen onder jullie kan het zijn dat je gaat verhuizen of een andere auto gaat kopen. Je twijfelt misschien tussen een witte of een zwarte auto. Maar er ligt hier wel iemand die uw boodschap gaat brengen. Er is iemand vanuit het verleden die je niet los kan laten. En die op de een of andere manier... Ik ga willen overwinnen, maar wat gaat die persoon u bieden? Alleen maar trots en ego. Maar ik heb wel het gevoel, maak geen overhaaste beslissingen, tweeling. Kom in balans met je hoofd en je hart, want uiteindelijk gaat hij de touwtjes in eigen handen nemen. Jij gaat succesvol vooruitgang boeken.
Want je krijgt karmische gerechtigheid. De waarheid komt naar boven. Jij gaat inzichten krijgen, duidelijkheid krijgen in je hoofd. En ik zie wel succesvol vooruitgang geboekt worden. Ja, dit is iemand die eigenlijk schaduwkanten gaat beginnen werken. Dit is iemand die uiteindelijk bewust gaat worden van het onbewuste. Maar er moet echt wel gereinigd worden. Dus je mag echt wel je energie gaan reinigen, tweeling. Want het kan zijn dat deze persoon nog een beetje in uw energie gaat zitten. Ja, kijk, ik heb gevraagd waarom de zes van kelken, want je hebt duidelijk te maken met een soulmate-connectie. Het is niet altijd gemakkelijk om dit los te laten. Maar er wordt eigenlijk gevraagd om je om te draaien. Dit is eigenlijk je pad niet meer. Ga weg van deze persoon. Stop, hold back, turn around. This is not your path anymore. Move away from this person. Dus deze persoon die altijd in en uit je leven gaat, ga je op dit moment nog niet kunnen loslaten. Ga heel snel naar je toe willen komen. Ga je willen overwinnen. Ga de plooien willen gladstrijken. Maar dit is eigenlijk niet meer uw pad. Deze persoon is niet meer uw pad. Dus ik heb wel het gevoel dat er iemand anders is die wel uw pad is. Want er ligt hier uiteindelijk een volledig nieuw begin voor u. Maar je hebt er een beetje stress over. Omdat je niet goed weet van, kijk, hoe gaat mijn nieuw begin verlopen eigenlijk, omdat het allemaal nog onzichtbaar is, omdat het allemaal onzeker is. Maar deze persoon die in en uit je leven komt, is eigenlijk totaal je pad niet meer. En eens jij voor jezelf beslist wat jij effectief wilt doen, zie ik je wel succesvol vooruitgang boeken. Heel snel. Maar deze persoon gaat je blijven willen overwinnen. Want het is iemand die echt wel door een mentale breekpunt gaat. Dat is wel veel te veel. Ja, dit is... Kijk, ik heb gevraagd waarom de zes van staven. Daarnet zei ik, dit is iemand die alleen maar ego en trots heeft. En dit is iemand die eigenlijk naar je toe wil komen alleen maar voor de seks eigenlijk. Dit is iemand die je totaal niks kan bieden. Dus wordt er eigenlijk gevraagd van, stap weg van deze persoon. Het is uw pad niet meer. Jij krijgt karmische gerechtigheid. Naar mij moet je niet luisteren. Hè. Het is een richtingaanwijzer die ik u kan geven in verband met deze boodschappen. Maar er ligt een volledig nieuw pad voor u open. Het gaat geen gemakkelijke zijn omdat je te maken hebt met een soulmate-connectie. Het kan zijn dat deze persoon je op de een of andere manier op je zwakste gaat willen pakken door de bewijzen dat hij heeft. Foto's, gesprekken, bewijzen die hij heeft. Ja. Kijk, je hebt de wereld nu twee keer. Je gaat volledig de cyclus afsluiten. Ook al gaat het je ook pijn doen. Er is je heel veel onrecht aangedaan. Verdriet. Pijn aan het hart. Gekwetst zijn door altijd maar in en uit je leven te komen. Maar dit is eigenlijk een levensles die jij gaat geleerd hebben. Dus ik voel wel dat je die hoofdstuk gaat afsluiten.
Waardoor dat jij zelf onderzoek gaat beginnen doen. Je gaat alles beginnen analyseren wat dat voor u uiteindelijk belangrijk is. Hoe dat jij uiteindelijk je pad wilt gaan bewandelen. Want het kan zijn dat er misschien toch wel een derde partij is mee moet. Is niet altijd een romantische derde partij ook. Dat kan eigenlijk ook gewoon maar vrienden zijn die in jullie weg stonden. Of deze persoon die de vrienden op de eerste plaats zetten en u maar en jij onderaan op het lijstje, zal ik maar zo zeggen. Maar ik voel wel dat jij een bepaalde cyclus gaat afsluiten, waardoor dat jij een volledig nieuw begin gaat starten. Je hebt de wereld twee keer. En ik heb het gevoel dat je die cyclus gaat afsluiten, juli ongeveer, juli, augustus. Want jij gaat uiteindelijk in je kracht komen. Jij gaat uiteindelijk waarheid krijgen, inzicht krijgen, verheldering krijgen. Eerlijke communicatie gaat er plaatsvinden. En er ligt hier sowieso een afwijzing. Ga ik even kijken. Nee, ik ga de andere kaarten pakken. Voor deze reading af te sluiten. Als ik eraan kom, tenminste. Even kijken welke boodschappen je hier mogen ontvangen. Voor de tweeling. Dus ik heb hier wel heel sterk kreeft, schorpioen, ram, leeuw, boogschutter, vis. Zo, even kijken welke boodschappen nog mag uitkomen voor het collectief, de tweeling. Zijn er twee. Wacht, de situatie zal verbeteren. Dus zoals ik zei, maak geen overhaaste beslissingen. Kom met jezelf eerst in balans. Wacht alles af. Kom in balans met jezelf. Trek u terug. Zet alles op een rijtje, want de situatie zal zich verbeteren voor u. Zo, tweeling. Ik hoop dat deze reading duidelijkheid heeft mogen brengen. Dat je antwoorden hebt mogen vinden. Ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.